2002. Nederland begraaft Pim Fortuyn. Vele tienduizenden staan langs de route die de lijkkist aflegt. De Haagse politieke top zit aangeslagen in de kathedraal. Buiten wordt de naam van de vermoorde politicus gescandeerd. Het land is in rouw gedompeld. In nog geen half jaar tijd had de oud-columnist Pim Fortuyn zich ontpopt tot de hoop van een ontevreden natie. Hij was de stem van het morrende volk. Fortuyn was een briljant communicator. En dat sloeg ook als een bom in bij mensen. Het gekanker, het gemopper, het onbehagen, gevoelens van onzekerheid heeft hij boven water weten te krijgen. He was a protest candidate against the official system and his purpose, I'm sure, was to knock some sense, to shock, if you like, the existing parties into doing stuff differently. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei stemt Nederland massaal op de partij van de doodgeschoten Fortuyn. Postuum vestigt hij een politiek record van 0 op 26 zetels. Het is de afstraffing die gevolgd is. Too little, too late, hè, in de ogen van veel mensen. Eind vorig jaar is Nederland nog het welvarendste en gelukkigste land in Europa. De peilingen zien er goed uit voor Paars. De coalitie zal beloond worden voor 8 jaar economische voorspoed. Tot Fortuyn opdoemt, als een politiek spookrijder. De klap komt hard aan. En nu ligt het Paarse succesverhaal op de schroothoop. Hoe kon het in zo'n korte tijd zo misgaan? Wat is er aan de hand met de kiezer en met de politiek? Om 6:06 op de 6e van de verkiezingsmaand maken 5 schoten een einde aan het leven van Wilhelmus Simon Petrus Fortuyn. De partijleider heeft net een interview gegeven aan de jongere zender 3FM. Discjockey Ruud de Wild loopt met Fortuyn naar buiten. Het schiet, maar het deed zo pijn in mijn oren dat ik de andere kant op vloog. En hij zakte door zijn been, door zijn voet heen. Als ik nu gezicht ben, raak ik weer helemaal in de war. 5 minuten later wordt de vermoedelijke schutter gearresteerd. Het is Volkert van der G., een 32-jarige milieuactivist uit Harderwijk. Als Fortuyn niet vermoord was, er een echt hele flinke kans was geweest dat hij de grootste was geworden. Tom van Dijk van Intomart is opiniepeiler. Op de ochtend van de moord voorspelt hij nog 38 zetels voor Fortuyn. Kiezers zeggen 1 ding, verandering, verandering, verandering. Nederland kent zijn eerste politieke liquidatie in 4 eeuwen en reageert geschokt. Campagnebijeenkomsten worden onmiddellijk afgelast. Zoals hier bij de VVD in Weert. Er heerst een onwerkelijke sfeer in de zaal. We sluiten hier deze bijeenkomst nu, want het heeft geen zin dat we hier allemaal blijven. Ja, in Nederland zijn we geloof ik nog nooit verder gekomen dan een taart en een ei. En ja, dit gaat echt ieders voorstellingsvermogen te buiten. Die avond stroomt het plein voor de Tweede Kamer vol met woedende mensen. Omdat hij durfde uit te komen van wat hij dacht. En voor het eerst in mijn leven uitgescholden voor vieze vuile communist. Dat was me nog niet vaak overkomen. Gaf een heel onheimisch gevoel. Omdat eerst is dan die moord gepleegd. En daar zit je al met een enorme steen op je maag. En dan de gedachte van wat gaat dit voor ons allemaal, voor Nederland, betekenen. Ministers en lijsttrekkers haasten zich vanuit het hele land naar Den Haag voor overleg. Het kabinet komt in spoedberaad bijeen. De sfeer rond het Binnenhof wordt grimmiger. Het onderwerp emotie, hoe reageert de Nederlander op, is dus ook wel zeer bepalend geweest voor de besluitvorming in het kabinet. Wat doen we nou met die belangrijke vraag, gaan we wel of niet gewoon door met de verkiezing op 15 mei. In Den Haag breken rellen uit.
De woede richt zich tegen de gevestigde politieke orde. En dat zij dus niet meer normaal kunnen slapen. Want dat gun ik meneer Melkert, dat gun ik de heer Kok. Ik ben echt kapot. Ik ben echt kapot over wat hier vandaag in dit land is gebeurd. En ik zeg er ook nog één ding bij. Laten we in godsnaam onze kalmte bewaren. Stijn, je leest elke dag in de krant dat Paars het verprutst heeft. Waarom denk je dat Paars het verprutst heeft? Ja, omdat je de ellende op straat ziet. Nou. Denk je niet dat het vanuit de mensen zelf komt? Denk je niet dat... ik weet niet wie het gedaan heeft. En ik weet ook begot niet met welke reden. Ja, maar de drempel wordt toch steeds lager voor iedereen. 8 jaar lang heeft Paars daar niks aan gedaan. Ja, maar denk je niet dat het dan dus belangrijk is dat er iets aan de mentaliteit van de mens verandert? Yo, I'm staying where we getting crazy love. Nog maar 9 maanden eerder heeft Pim Fortuyn besloten de politiek in te gaan. Al jaren fulmineert hij in zijn columns en boeken tegen Paars. Hij heeft geen goed woord over voor de aanpak van de grote maatschappelijke problemen. Veiligheid, gezondheidszorg en buitenlanders. Nederland is vol, zo vindt menig liefhebber van de natuur en van een goed milieu. Het is zaak de toestroom van buiten strikt te reguleren en er met name voor te zorgen mensen die in eerste instantie geen bijdrage kunnen leveren tot de verdere economische en maatschappelijke ontwikkeling van ons land te weren. Met een percentage van 89, de heer Pim Fortuyn met 394 stemmen is gekozen. Op 25 november 2001 kiest de pas opgerichte partij Leefbaar Nederland hem tot lijsttrekker. Maar wel op voorwaarde dat hij zijn toon over het immigratievraagstuk een beetje matigt. Fortuyn mag niet meer roepen dat de grenzen dicht moeten. Maar Fortuyn vaart zijn eigen dwarse koers. Dat ontdekt Leefbaar Nederland 10 weken later. In een interview met de Volkskrant noemt hij de islam een achterlijke cultuur. En als het aan hem ligt, komt er geen islamiet meer in. Nederland is vol. Wij hebben na een hele goede discussie op ons congres gezegd wat het asielbeleid moest zijn. Namelijk dat Nederland niet vol is. Dat staat nadrukkelijk in ons programma. En dat wij in de Europese verhoudingen onze eigen bijdrage moeten leveren. Het partijbestuur stuurt zijn lijsttrekker de laan uit. Maar Fortuyn laat zich niet uit het veld slaan. Integendeel. Nee, natuurlijk niet. Ik word de nieuwe minister-president van dit land. Vergis je niet. Ik word de minister-president van dit land. In een paar weken tijd stampt hij een nieuwe partij uit de grond. De lijst Pim Fortuyn. Zijn sympathisanten lopen massaal met hem over. Leefbaar Nederland keldert in de peilingen. De opmars van het fenomeen Fortuyn is niet meer te stuiten. Hij introduceerde een hele nieuwe stijl. Hè, die perfect aansloot bij wat kiezers wilden. Namelijk open, doorzichtig en afrekenbaar. Hij zei... Dit zijn mijn doelstellingen. Als het me niet lukt om dat te realiseren, dan weet je wat mijn doelstellingen zijn. En dan kan je me ervoor straffen. Godfried Engbersen is hoogleraar sociologie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij mobiliseert niet alleen de onvrede gevoelens van burgers, maar hij stimuleerde vervolgens de andere politieke partij ook om ook meer klare taal te gaan spreken. Dus die begon hem na te praten. Dus je kreeg als het ware een soort echo-effect. Fortuyn zei dat migratie een probleem was en veiligheid. En de andere partijen gingen dat nog eens een keer harder overdoen. Dus je kreeg een koor van kritiek op de Paarse politiek. James Kennedy, historicus aan de Universiteit van Hope, Michigan in de Verenigde Staten, is een kenner van de Nederlandse politiek. Well, I think that he brought a certain excitement back, a lot of excitement back, I should say, to Dutch politics. Dutch politics has been characterized for a long time as dull politics. And that's the way Dutch politicians have wanted. They've prided themselves on their dullness because what it means is that they take their business seriously and without ideological fanaticism. And Pim Fortuyn just wasn't the kind of politician who thrived on traditional Dutch political dullness.
Ach, kom nou toch. Dat wordt in Den Haag gesloten. We gaan afronden. We gaan afronden. Yo, I'm where we getting crazy love. De oude politieke partijen zien met ledenogen aan hoe de lijst Pim Fortuyn in de peilingen groter en groter wordt. Maar de gevestigde orde blijft het fenomeen Fortuyn onderschatten. Er waren ook toen al nogal wat dingen gebeurd rond die partij. Artikel 1 van de grondwet, verhalen over seksuele intimidatie in het kader van kandidaat-kamerleden. En wat er ook gebeurde, electoraal in de peilingen blijft Fortuyn onaangetast. Andere partijen zouden door de helft van die gebeurtenissen al electoraal gekielhaald en geradbraakt zijn. Fortuyn deed het niks. Dus kiezers die helemaal bij waren, die waren niet leeg te jagen. Zo'n afschuwelijk gewelddaad. Frank de Graver werd als strateeg toegevoegd aan het campagneteam van de VVD. Ik denk dat zo rond februari, half februari, dus een paar weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat toch wat alarmbellen begonnen te rinkelen. En toen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen daar was, ja, toen was er dus wel echt even sprake van potverdorie, wat is hier aan de hand? Yo, I'm staying where we getting crazy love. Groot is de ontreddering bij de politieke elite als Fortuyn op 6 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in één klap 17 zetels in Rotterdam verovert. En de Partij van de Arbeid, sinds mensenheugenis aan de macht in de havenstad, wegvaagt. Dick Benschop is dé campagnestrateeg van de Partij van de Arbeid. De onvrede over van alles in die stad, die was helder. Dat het zoveel voor Fortuyn zou worden, poeh. Ik vind het erg jammer dat meneer Melkert niet wat vrolijker... Maar zijn, wel een beetje humor ook nog. Er zijn nog 2 maanden te gaan, maar het is op zich wel bevallen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken. Als ik het niet eens ben met uw standpunt, is dat nog geen belediging. Niet met Anne Frank. Tijdens het verkiezingsdebat die avond veegt Fortuyn de vloer aan met zijn collega-lijsttrekkers. Als aangeslagen boksers hangen ze aan tafel. Dank u wel. Allemaal, hartelijk dank. Volstrekte verwarring. Ja, was onthutsend. Echt onthutsend. Ja, dat zat ik eigenlijk te kijken met een... met een gevoel van, dit is afschuwelijk wat hier gebeurt. Alsof Fortuyn van een andere planeet kwam. Omdat je daar, ja, toch lamgeslagen politici zag die onvoldoende weerwerk gaven aan Fortuyn, dat sowieso. Tom Planken is communicatieadviseur. En hij is oud-parlementair journalist. En als je dan nog dat chagrijnige gezicht, hè, want daar ging het natuurlijk om, trekt zoals Melkert dat getrokken heeft, dan ben je gelijk getekend. Ik zag daar mensen die moe waren, teleurgesteld waren, verbijsterd waren van wat gebeurt hier. En daar komt binnen, te laat, ruim te laat, want Melkert en Dijksel al een tijd zitten te wachten op de komst van Fortuyn. De glorieuze winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen met 17 zetels in Rotterdam op zak. En in al zijn glorie, in al zijn irritatie ging hij daar zitten al met zo'n blik van... I got you. Op 1 mei gaat de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van start. De Partij van de Arbeid trapt af in Maastricht. Scheidend premier Kok en zijn kroonprins Ad Melkert gaan tegen Fortuyn in de aanval. Voor het eerst is er iets van machteloze woede zichtbaar bij de gevestigde orde. En wat zet ik tegenover al dat cynisme, die stuitende oppervlakkigheid, waar ik echt van over mijn nek ga? Ik ben het zat. Dus als er vandaag de dag boeken verschijnen, een boek pas geleden van Pim Fortuyn die het heeft over de puinhopen van Paas, dan zeg ik, mensen, laat je toch niet wijsmaken dat men op die manier gewoon een karikatuur van de werkelijkheid aan de bevolking probeert te slijten. Het is een bekend fenomeen als je geweldig in de verdediging wordt gedrongen en als je ook een strategie hebt die toen in december goed leek, maar nu niet goed leek, dat je dan tijd nodig hebt om je te hergroeperen. Als minister van Defensie zou ik zeggen dat ik dan van generaals heb geleerd van je moet je terugtrekken, je moet je krachten hergroeperen, nu nadenken en dan pas weer aanvallen. Alleen, daar hadden we geen tijd meer voor. Na de gebeurtenissen van 6 mei lijkt iedere politieke strategie bij voorbaat kansloos.
moment komen. Op dit moment komt. Na de moord op Fortuyn besluit het kabinet in overleg met zijn politieke erfgenamen dat de verkiezingen op 15 mei doorgaan. Maar de campagnes worden stopgezet. Korte verklaringen. Ja, VVD-Kamerleden die zaten van ja, laten we nou toch de campagne voeren. En campagne voeren hoort ook bij verkiezingen. Maar tegelijkertijd, als je dan doorvraagt van hoe zou die campagne moeten plaatsvinden, dan kwam je toch elke keer weer tot de conclusie dat je eigenlijk geen normale campagne kon voeren. Omdat het er elke keer weer ging over die moord op Fortuyn en wat daarmee samenhing. Dat we dus ook niet het konden hebben over het fileprobleem of de wachtlijsten. Want het ging allemaal daarover. Maar praktische overwegingen spelen ook een rol bij het stopzetten van de campagne. De angst voor nieuwe aanslagen zit er goed in. De overweging was het veiligheidsrisico. Er waren toch grote risico's rond politieke manifestaties en die kon je ook niet allemaal adequaat beschermen. En dan zie je dus in het begin op het Binnenhof alle lijsttrekkers van alle partijen aankomen zitten met persoonsbeveiliging en in gepantserde auto's. Daar gaat iets verloren in Nederland. Een pakje met een doorgeladen pistool bestemd voor Ad Melkert wordt tijdig onderschept. Alle lijsttrekkers krijgen bewaking. Tienduizenden lopen mee in stille tochten, leggen bloemen voor het huis van Fortuyn in Rotterdam en staan uren in de rij om hem de laatste eer te bewijzen. Hij was degene die toch durfde te zeggen dat iedereen uiteindelijk allemaal dacht. Alleen niemand die durfde vooruit te komen. En ik vind het gewoon heel erg. Ik heb ook heel de nacht wakker gelegen, heb ik normaal nooit. Maar nee, hij stond voor iets. De begrafenis van Fortuyn loopt uit op een massaal eerbetoon. In de peilingen stonden nog november, december praten we over, van het vorig jaar. VVD en Partij van de Arbeid beiden er eigenlijk heel goed voor. De VVD al die jaren rond of boven de 40 zetels. De vertrouwenscijfers voor het kabinet waren boven de 60%, wat heel hoog is. Zeker voor een kabinet dat er zo lang zat. Dus het beeld was eigenlijk, de kiezer is niet ontevreden met het beleid. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de twee belangrijkste partijen van Paars het goed zullen doen. PvdA en VVD zitten dicht bij elkaar, dus waar zal het om gaan? Wie wordt van die twee partijen de grootste partij? Op 15 mei gaat 80% van de kiezers stemmen. De hoogste opkomst in jaren. De lijst Pim Fortuyn, die had natuurlijk geen zetel, stond in de voorlopige peiling op 24 zetels, komt nu op 26 zetels, is daarmee na het CDA de grootste partij. En de PvdA, dus dan, wij hebben dan het CDA, lijst Pim Fortuyn, de VVD en de PvdA is de vierde partij in dit land. Toen dacht ik van, dat is het dan. Dat was vooral het gevoel, dat is het dan. Nou weten we het. Heeft de kiezer altijd gelijk? De kiezer heeft altijd gelijk. Dat is de basisaanname van de democratie. Gelijk is wat anders. Gelijk is wat anders. Ze hebben het laatste woord en zo werkt het in de democratie. Zo hoort het ook te werken. En die zeggen nee, VVD, u heeft het niet goed gedaan. En dat is dus ook het laatste woord. Gelijk is wat anders. Gelijk is meer een historische waarheid. Zo slecht als 23 zetels waren we ook weer niet. En onze plannen voor de komende jaren waren denk ik ook weer geen 23 zetels waard. I was surprised at the extent of the defeat. So in that sense, I'm not sure they fully deserved what they got. On the other hand, I don't think there's much of a doubt that these were politicians who really did not do a very good job of being responsive to popular feelings, to popular concerns. And in that respect, all politicians should be punished for not listening to the concerns of ordinary people. De electorale afrekening kost de lijsttrekkers Melkert en Dijkstal de kop. Beiden stappen gedesillusioneerd op. En zo belandt het Paarse experiment op de schroothoop van de vaderlandse geschiedenis. Afgedankt, uitgerangeerd. De rokende puinhopen van Paars.
Zo disqualificeert Fortuyn het beleid van de zittende coalitie. Een simpele slogan waarmee hij meer dan 1 miljoen ontevreden kiezers wist te overtuigen. Het is misschien het beeld wat me het meest heeft gestoord. Dat is het idee van de puinhopen van paars. En als je nu kijkt hoe Nederland in positieve zin is veranderd de afgelopen 10 jaar... je zou niet kunnen spreken over de puinhopen van paars, maar de bouwput van paars. Het is een belachelijk beeld omdat wij ook naar internationale maatstaven bijzonder grote prestaties hebben verricht. Economische stabiliteit, begrotingsevenwicht. Enfin, die hele riedel van zaken die wel degelijk is gebeurd en die enorme inspanningen hebben gekost. Hè, vergis je niet, de politiek heeft enorme inspanningen geleverd om dit voor elkaar te brengen. Dit zijn dan die rokende puinhopen van paars. Nederland is nog nooit zo welvarend geweest. Schatrijk. Economisch heeft de Paarse coalitie het goed gedaan. In 8 jaar tijd zijn er 1,2 miljoen banen bijgekomen, is de gemiddelde Nederlander 20% meer gaan verdienen en heeft het overgrote deel van de bevolking een eigen huis, een auto en minstens 1 vakantie per jaar. Maar de kiezer heeft er geen boodschap aan. Dit is in feite de tragiek van Paars geweest. Dus, zeg maar, dus succes in zekere zin als bedreiging. Je ziet, ze zijn deels aan hun eigen succes ten onder gegaan. Ze zijn sterk bewierookt internationaal. Het poldermodel, de Dutch Miracle. Ze hebben zich veel te laat gerealiseerd dat burgers ontevreden raakten, dat die treinen niet meer op tijd reden, dat je tekorten zag aan het onderwijs wat de onderwijzers betrof, dat de gezondheidszorg, dat je wachtlijsten had. Die problematiek hebben ze te laat aangepakt. Ja, nee, je kunt wel zeggen van ik heb 1,2 miljoen banen erbij gecreëerd. Maar de meeste mensen hadden al een baan. Dus die zeggen ja, so what? Dat is voor mij, die al een baan heeft, geen prestatie. Ik heb zelf als een van de verklaringen, dat is een typisch sociologische verklaring, is dat naarmate mensen meer welvaart krijgen en naarmate meer met mensen in betere doen raken, ze ook heel hogere eisen aan het leven gaan stellen. En we noemen dat stijgende verwachting. Gaan hogere eisen stellen en je ziet sommige van die eisen worden onvoldoende gerealiseerd. En dat maakt mensen ontevreden. Ik rijd 3 keer per dag naar een andere stad voor mijn werk om mensen te spreken. Ik sta dus 3 keer, nee, maal 2, plus nog eens een keer als ik naar kantoor ga, sta ik in de file. Dus ik krijg na 1 jaar, na 2 jaar, na 8 jaar, krijg ik ongelooflijk de pay in als maar die file niet wordt opgelost. Dus ik word een zeer ontevreden kiezer. De moderne kiezer is goed opgeleid en neemt niet langer zomaar iets aan van de machthebbers. Ontzuild en geïndividualiseerd kijkt hij vooral naar zijn eigen belang. De kiezer is natuurlijk ook heel erg sterk veranderd in de afgelopen decennia. Dus de trouwe kiezer die zeg maar, zich achter een zuil schaarde, die is natuurlijk verdwenen. Dus de kiezer is veel meer consumentistischer en onbetrouwbaarder geworden. En calculerender geworden. De burger is consument geworden in die zin dat hij of zij van de overheid vraagt om de zaken gewoon behoorlijk te regelen. Zoals wij een auto kopen bij een autofabrikant en dan de verwachting hebben dat die auto gewoon loopt, dat je ermee kan rijden. Die verwachting hebben burgers ook naar de overheid toe. Gewoon fatsoenlijke waarde voor hun belastinggeld. De kiezer is een consument geworden. Een verwende diva zelfs, althans volgens oud-VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal. Is de kiezer een verwende diva? Bent u het daarmee eens? Nee, nou ja, niet met de term verwende diva, maar wel met wat hij daar, wat zijn gedachten erachter was. Als je nou mensen gewoon vraagt wat ze willen, dan willen ze geen files. En ze willen op elk moment dat het hem of haar uitkomt van A naar B kunnen rijden. En ook nog snel. Maar ze willen ook dat het milieu intact blijft. En ze willen niet dat er natuurgebieden verloren gaan. Ze willen ook dat de benzineaccijns naar beneden gaat en de wegenbelasting naar beneden gaat. En dat kan dus niet allemaal tegelijk. Nee, als de heer Dijkstal zegt dat de kiezer een verwende diva is, dan heeft hij daar ten dele wel gelijk in. Maar dan moet hij erbij zeggen dat daar de kiezer geen blaam voor treft, maar dat hem en zijn collega's daar blaam voor treft. Want dan hebben zij, de kiezer, nooit uitgelegd dat niet alles kon. Dan hebben zij vergeten te vermelden dat er soms geen budget is. Of dat het soms wettelijk helemaal niet kan. Of dat het om internationale redenen helemaal niet kan. Dus zij hadden eens wat meer werk moeten maken van die kiezer realiteitsbesef bijbrengen. De kiezer is consument geworden. En de moderne politicus is niet meer die dienstbare, bevlogen idealist. Hij is veranderd in een technocratisch bestuurder. Voor het wetsvoorstel stemt de fractie van de SP, GroenLinks, PvdA, D66...
Nou, het is een beroep geworden. Het is een onderdeel van je carrière. Al denken ze zelf van niet, ze zijn wel degelijk veranderd. Ze zijn veel technocratischer geworden. Met andere woorden, ze denken veel meer in schema's, in abstracties, in generalisaties. En in overleg met organen die ook zo denken en praten. Zo schept Den Haag zijn eigen werkelijkheid. En die is anders dan die van de man in de straat. Tussen politiek en burgers gaapt een kloof. Om toch te weten wat de mensen in het land belangrijk vinden, nemen politieke partijen steeds vaker hun toevlucht tot focusgroepen. Een moderne vorm van politiek marktonderzoek. In dit zaaltje organiseert Tom van Dijk regelmatig gesprekken met kiezers in opdracht van een grote politieke partij. En dat geeft ons de mogelijkheid om heel diep door te dringen in hun woorden en achter hun woorden. En zo een zo goed mogelijk gevoel te krijgen bij wat er nou werkelijk leeft. Focusgroepen. Het fenomeen waait over uit Amerika via Groot-Brittannië. Tony Blair bouwt er zijn campagne op voor de verkiezingen van 1997. En hij wint. Tony Blair is very dependent on focus groups and a great believer in focus groups as a tool for understanding what it is people are thinking and feeling. Derek Draper is als politiek adviseur nauw betrokken bij de campagne van Tony Blair. Hij is een van de spindokters achter het succes van Labour. Ook de Partij van de Arbeid werkt met focusgroepen. Ze doen er zo'n 15 tot 20 per jaar. Hoe lang zagen jullie al aankomen dat immigratie en multiculturaliteit een probleem is voor met name een hele traditionele PvdA-achterban? Ja, nou, het besef dat het onderwerp er was, ja. Hoe lang al? Jaren. Nee, dat merk ik wel 20 jaar. Is al 20 jaar is dat een potentiële electorale brandhaard. Ja, maar Nederland is vol. Ik weet niet hoe wij onderscheid moeten maken tussen economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen. Ik denk dat je inderdaad moet bekijken of je mensen allemaal naar hier naartoe moet halen. Ook de Partij van de Arbeid weet dus al jaren dat grote groepen kiezers ontevreden zijn over het vreemdelingenbeleid. Maar de partij zet het onderwerp niet op de agenda. Daar zit een soort politieke correctheid in eigen kring in. Het is een lastig onderwerp. Als je erover begint met mensen worden er ook opmerkingen gemaakt die je misschien in eerste instantie niet welgevallig zijn. Zul je toch doorheen moeten. Als je te horen krijgt van burgers dat migratie een enorm probleem is, dan moet je er niet omheen draaien. Moet je niet alleen maar politiek correcte zaken zeggen over die multiculturele samenleving. Zeg maar ja, bespreekbaar moeten maken met die burgers. You've got to try and think a little bit ahead. And if you don't do something about the fact that people have got this real worry, then you know the situation might take a turn that's going to be even worse for you. You know, so politicians have to say, right, okay, if people are worried about immigration, are we going to do something about it? Or are we going to wait until somebody else comes along? You know, and capitalizes on that worry in a way that actually makes the situation much, much worse. Waarschijnlijk iets te veel op de tijd gegokt, dat achterstanden, want dat zijn het ook voor een belangrijk deel, werk en onderwijs, met tijd, met generaties op te lossen is. En dat zal nog steeds een deel van de oplossing zijn, maar daar waarschijnlijk weer veel te weinig over gesproken, het veel te weinig zelf ter discussie gesteld van zo doen we het, dit is de aanpak. Maar ook de VVD heeft steken laten vallen. Na het vertrek van partijleider Bolkestein is het thema immigratie te veel naar de achtergrond verdwenen. Geeft campagnestrateeg Frank de Graven nu toe. Misschien dat Bolkestein de laatste was die dat goed heeft gedaan. Maar die was naar Brussel gegaan. De VVD was ja, zeer regeringspartij ook geworden. Zeer geconcentreerd ook op financieel-economische punten. Wat ook allemaal prima gegaan is. Maar deze elementen van ergernissen rond minderheden, wat dat betekende, en veiligheid en normen en waarden, dat was eigenlijk teloor gegaan en Fortuyn gaf daar stemmen. Als 15 mei een verkiezingsresultaat wordt neergezet, wat er goed uitziet voor mijn partij, dan is dat een revolutie. Dan is dat niet alleen een opdracht aan mij en aan mijn lijst om iets te doen met het vertrouwen wat de kiezer aan ons heeft gegeven en dat niet teleur te stellen. Maar dan is dat bovenal ook een opdracht aan de gevestigde politieke elite
om te veranderen. Nou, komt dat het verkeerd gedaan? Na de dood van Fortuyn en de vernietigende uitslag van de verkiezingen belooft Den Haag beterschap. Een verstandige reactie, zegt Derek Draper. What a clever politician will do is say, I mean, I hate to use Her Majesty the Queen of England as an example, but when Lady Diana died, the Queen went on television and for the first time in her life said that the monarchy had learned a lesson. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. So what would a clever politician do? Well, they do the same. They would say, you know, it's a tragedy and we're not going to be political about it, but, you know, we've learned a lesson. And the lesson would be that, you know, people have got worries and concerns that were not being addressed and now we will address them. Luisteren naar de kiezer. Dat is de grote belofte van 15 mei. Echt luisteren naar de mensen in het land. Nog meer enquêtes, nog meer focusgroepen. U klaagt, wij draaien. Well, Tony Blair listened to what people wanted via focus groups and gave them what they said they wanted. Some people will be appalled by that idea, of course, and other people will say, well, why not? Because in a way it's sort of like, it's a bit, you know, it's democratic, it's democracy. Dus de focusgroepen democratie heeft natuurlijk het gevaar dat we ons echt als een soort, op een soort politieke markt gaan begeven en denken van, nou ja, waar kunnen we als het ware winst boeken? Wat zijn als het ware populaire noties waardoor we stemmen kunnen winnen en kiezers kunnen winnen? Lijkt me een heel erg slechte zaak. Hè? Van u vraagt en wij draaien zeg maar de politieke riedel wel af. I think in the long term people also want and need political vision. And they can disagree with politicians and elect another. But I think that that's also what voters are looking for. But I think you always need to be attentive to what voters are concerned about. Maar wat moet de politiek met al die onverenigbare verlangens van consumerende kiezers? Die met 160 km per uur van A naar B willen rijden, liever geen wegenbelasting betalen en toch de natuur willen sparen. I think that the politicians have to be honest with voters and say, look, we're not going to promise you the earth because, you know, we're not in a position to deliver it. You know, we're going to promise you to do, we're going to promise to do what we can. Het wordt een keer tijd dat politici die lef vertonen, het lef om te zeggen, beste mensen, dit kan niet, of het kan wel als je er meer centen naast legt, of ik ben bereid het te doen, maar op een andere manier dan jij voorstelt. En dat moet je ook van mij willen accepteren. Dat lef, dat moet getoond worden. En daar heeft het te lang aan ontbroken. Fortuyn is dood. De Paarse coalitie ligt toteloos op de schroothoop. Het Haagse establishment likt zijn wonden. De klap kwam hard aan. Maar er liggen ook kansen voor de oude politieke partijen. Mr. Fortuyn's death in a way actually provides him with an opportunity, which is to sort of deal with the energy, the force that was underneath his rise once and for all. And if they mess it up, I think it will come back and it will be a far more difficult beast to deal with. Could it be a blessing in disguise for traditional parties? Oh, well, I mean, there's no doubt that that Mr. Fortuyn's death, tragic though it is for him, and, you know, it's a fantastic political event for the mainstream parties. I mean, they won't want to admit that, and they you know, but I mean, it's just true. Maar natuurlijk was het beter geweest, die was blijven leven. Omdat daarmee Fortuyn ook zelf in de praktijk had kunnen brengen van wat hij ook wilde. En dat was daarom goed geweest, omdat daarmee ook een mythe die na zo'n moord natuurlijk ontstaat, dat kan ook niet anders, die dus op een gegeven moment ook door kiezers, door Nederlanders kon worden beoordeeld, ook op wat hij dan ook van zijn idealen en doelstellingen had kunnen waarmaken. En dan zou zijn gebleken dat die afstand met wat dit kabinet heeft gepresteerd een stuk kleiner was dan nu bij veel mensen leeft. En door het feit dat hij dus door die laffe, afschuwelijke moord weg is genomen, zal dat nooit meer mogelijk zijn. Nu zitten we dus met de situatie dat er een partij is met een gedachtegoed, met een boek, maar dat degene die daar eigenlijk het meest vrij mee zou kunnen omgaan, dat ook weer zou kunnen blijven ontwikkelen, ook weer zou kunnen zeggen, ah, laat dat maar zitten, of nee, dat heb ik niet zo bedoeld, of daar wil ik best een compromis over sluiten, dat diegene er niet meer is.